Karis van Houten en Halina Rijn, twee bekende Nederlandse actrices, hebben onlangs verrassende onthullingen gedaan over hun gezamenlijke bedrijf, Man-Up BV, in hun podcast op Podimo. De onthulling kwam nadat het roddelblad Party het vermogen van hun bedrijf had onderzocht en openbaar had gemaakt, wat tot verbazing leidde bij de twee actrices. In de podcast lachten Karis en Halina om de status van hun bedrijf, waarbij ze grappend verklaarden dat ze een bloeiend bedrijf met 35 medewerkers hadden. Halina voegde er humoristisch aan toe, 35 koeien en een hek eromheen. Maar in werkelijkheid lijkt Man-Up BV vrij stil te staan en heeft het weinig activiteit. Het bedrijf begon ooit met het idee van het verkopen van postpapier en pennen met het logo van Man-Up erop, maar dat plan is nooit van de grond gekomen. Karis en Halina wilden met hun bedrijf emanciperen en onafhankelijkheid nastreven, maar lijken moeite te hebben om het tot een winstgevend bedrijf te maken. Tot hun verbazing werd het vermogen van Man-Up BV onthuld in Party Magazine, waarin stond dat er slechts €5500 op hun rekening stond. Halina en Karis vonden dit bedrag verrassend laag en vroegen zich af hoe de journalisten van het blad deze informatie hadden verkregen. Ze uitten hun verbazing over de interesse van de roddelbladen in het vermogen van bekende Nederlanders. Ondanks de bescheiden financiële status van hun bedrijf, meldt Party Magazine dat Karis van Houten naar schatting in totaal ongeveer €6 miljoen waard is, wat haar financiële onafhankelijkheid zou verschaffen en haar in staat zou stellen zich zonder financiële zorgen in te zetten voor milieudoelen.